een jaar of drie geleden. En alle kinderen uit het dorp liepen met hem mee. Zijn aapje had hij op zijn rug, een ketting om zijn poot. We voerden hem met nootjes en met kleine stukjes brood. Het plein, maar die woensdagmiddag zal hij er niet meer zijn. Ik heb hem nooit meer teruggezien, maar en ieder weet ervan. Vreugde in ons kleine dorp, dat kwam door ome Jan. Hij wordt al oud, maar blijft nog steeds een echte kindervriend.